Een hele goede. Ja, middag. Ja, een hele goede middag, lieve vrienden. Van al harte welkom bij een gloednieuwe vlog. Weer bij Corinna en de Weesterboel natuurlijk. Ja, ja. Ze zijn allemaal binnen. Het is koud. Ja, ik heb net vrolijk de wc schoongemaakt. De poort open gedaan. De container stond keurig netjes weer voor de poort. Wordt voor mij altijd gedaan. Hartstikke lief. Heel erg bedankt de vuilnismensen. Ja, die doen dat iedere keer trouw. Dat vind ik heel erg fijn. Dan hoef ik niet zo ver te lopen. Hoeft eigenlijk nog wel niet. Maar ik kan dat stukje, dat wordt mij te zwaar anders. Maar het maakt niet uit. En wegbrengen, dat wordt ook voor mij gedaan. Voorheen deed Mitchell dat. Mijn surrogaatzoon die nou in Ierland zit. En nou wordt het gedaan of door... Door Crazy, als die er is. En anders roep ik Sandra Urban van Cerelo. Ja, en dan vraag ik of zij het even wil doen. Nou, die doet het ook. Die heeft het gisteren even gedaan. Ja, hartstikke leuk, hartstikke lief. Geweldig. Voordat ze naar huis ging. Ze had de auto toch hier geachtig geparkeerd bij mij. Dus ja, dan doe je dat even in één klap door. Simpel. Maar in ieder geval, wij leven op... De 7e november, en het is 12 uur en 59, dat is bijna 1 uur. Er komen zo, of ze komt alleen, of haar man komt mee, ik weet het niet. Maar die mensen, nou ze hebben mij heel, heel goed geholpen vorig jaar met het overlijden van mijn man, om de boel te regelen. Daar ben ik ze dankbaar voor, daar blijf ik ze ook dankbaar voor. Maar hoe ze mij behandeld hebben na die tijd... Nee, dat keur ik niet goed. En hoe een grote mond ze mij heeft gegeven. Wie denkt ze dat ze is? De koningin van den Helder of zo. Ze ging me een portie tekeer tegen mij. Alsof ze dacht dat ze meer was dan dat ik was. Nou, ze is nog jonger dan dat dan mijn eigen kind is. Hè, Karin. Daar is ze nog jonger. En die gaat niet eens iets zo tekeer tegen me. Kom zeg, je kan wel zien waar zij weer een kind van is, want de moeder is niet aan haar bezig. Maar ja, oké. Ik heb ook vandaag nog genoeg te doen. Dat raam is dus klaar. Ik ga de televisie denk ik nou doen, maar ik doe vandaag niet al te veel, want ik ben nog moe. Hè? Ik heb nog uitgeslapen ook, want ik ben net beneden. Kun je nagaan. Ik moet nog eten, ik wil nog koffie. En ik moet de vaatwasser leeg halen. Ik moet even wat meer huishoudelijke klusjes nou erbij doen. Ik heb een plaatje gemaakt. Maar ik heb hem in het groot ook uitgeprint. Die komt. Die ga ik even afknippen, die witte randen. En die zeel ik in. En die komt keurig netjes hier op het raam. En ik heb er eentje klein. En die knip ik ook even uit. Die zeel ik ook in en die komt op de tuindeur. Ja, kunnen ze er rekening mee houden, toch? Ja, iedere keer moet ik het zeggen, van denk erom, ik vlog. Ja, nou, hun houden maar rekening mee met mij. Het is mijnhuis.nl. Ja, vind ik tenminste. Behalve waar ik wel weer rekening mee hou, dat degenen die hier werken, die voor een werk bij mij komen, die mogen niet van hun baas op een film komen. Daar hou ik rekening mee. Maar moet ik met vrienden rekening houden? En familie? Nou, nee. Nee dus. Het is mijn huis en wat er in mijn huis gebeurt, dat bepaal ik en niet een ander. Ja, het zijn mijn huisregels, simpel. Ja, en daar hebben ze maar aan te houden. Voeten vegen doe je toch ook? Ja. Maar oké. Ik ga aan de slag en ik zeg tot straks. Ja, lieve vrienden, ik laat weer even wat zien, maar het is al, het begint donker te worden, schemerig. Maar het is hier de hele dag al schemerig, ja. Triest, donker, geen zonnetje, niks, maar de televisie erbovenop heb ik het ook klaar. Er staat een mini kerstboom, er staat een porselein, een stalletje, ik zal er zo naartoe lopen. Maar ik zal eerst even uitzoomen en mijn stok pakken. Oh, dit is inzoomen. Wow.
Nou ja, zo kunnen jullie het ook hopelijk zien. Want ik ben echt back af. Nou, dat engeltje wat hier staat, die komt nog ergens anders te staan. Die blijft daar niet staan. Nee, die komt bovenop de kast, denk ik, vermoed ik. Of hij komt daar nog bij. Want dat heb ik ook al mooi gemaakt. Kleedje erop. Dus, nou, het raam is klaar. En zo gaan we verder. Die tak moet er dus nog steeds af, moet nieuwe verlichting in. Maar dat komt wel. Dat is later zorg. Eerst de rest, dan pas dat. Dus ja, nou hoef ik er ook niet heen, denk ik. Nee, jullie hebben het denk ik wel gezien. Ik kan ook hier vandaan nog iets doen, maar... Ik zal het even wel aandoen. Abadabadab. Even. Hup. Zo. Leuk, hè? Ja, dat stalletje is van porselein en die engeltjes heb ik erbij. Dus. Allemaal leuk, 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 leuk. Enkel op de televisie er komt nog wat. Tenminste op het kastje. En dat is van mijn mama geweest. Van mijn mama. Ik moet even kijken waar dat staat, waar dat ligt. Dat moet hier erg liggen. Ja, die niet, die niet. Maar die. Dat zijn ook kaars, maar die brand ik niet op. Vind ik zonde. Die komen gewoon onder de televisie op het randje te leggen. En ik ben met koffie bezig. Lekker een bakje koffie maken. Zullen we eerst even in gaan schenken. Het is nog een dikke bende overal, maar het boeit me niet. Het hangt me niet op mijn rug. Zo. Een bakje koffie. Zo, nou klepje omhoog. En dan zal ik hem omdraaien naar mijzelf toe. En dan zit ik in het zonnetje. Ja, moet kunnen. Ja, ja. Nou, en ik ga eventjes pauze houden, zoals jullie dat nou wel zien. En dan zullen we nog even wat anders doen. Want ik moet ook nog de vlog van gisteren in elkaar zetten en van eergisteren. Dus ik denk dat ik momenteel wel weer even genoeg gedaan heb. En dan misschien vanavond verder of anders morgen weer een dag. Ik zie wel, ik moet de trap ook nog weer in elkaar zetten, want die staat nou uit elkaar. Want ik moet klimmen weer. Maar ook dat maakt niet uit. We gaan verder. Ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie dag. En ik zie jullie straks wel weer. Nou, kijk eens lieve vrienden, hoe mooi. Ja, mijn kerstman die, nou, die eerst in de keuken zat, zit nou hier. Op de bank met zijn kont. Leuk hè? Ik vind het toch netjes. Enkel ja, helaas die is kadoek, kadoek, kadoek. Dan gaan we even naar de andere kant. Ja, dat moet nodig naar binnen. Chocola. Oh, 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 oh. Zo. Mooi hè? Daar zit de sensor in, maar ik heb de batterij eruit gehaald, want anders word je gek. Dan is het om de halve klap. Dat hoeft voor mij ook weer niet. Nee. Nou, en dat is mijn komeet. Die doet het één keer in zoveel tijd. Hup, daar was die. Mooi, hè? En dat is de normale ster. Ja, ik ben er helemaal blij mee. Dat is in ieder geval klaar. Nou, dan gaan we weer naar binnen, want het... Oh, kijk eens wie er op mijn stoel zit. Onze prinsesje. Onze Eowyn. Ja, ja. Hé, zit je lekker op vrouwtje de stoel? En toen waren we gelijk weer in het donker, dan moet ik gelijk weer licht aan toveren. Zo. Nou, dan loop ik nu even dichter bij de televisie. En dan kan ik het hier even kijken. Ik denk dat ze het beste een beetje rechtop kunnen.
Kijken, dat is nog van echt porselein. Mooi, hè? Nou, dat ben ik zuinig op. Nou, dan moet de kast nog, want daar moet aan de muur, dat schilderij gaat weg, dan komt het anders te hangen. Ja, nou, ik heb de printer. Heb ik dus een kerstkleedje op. En dat kerstmannetje komt ooit uit Amerika. Die engel, daar heeft mijn mannetje lief het geluid nog uitgehaald. Want anders kon je je huis ontvluchten. Zoveel geluid zat erin. Dat ging zo keihard. Maar de vleugels doen het nog wel, hoor. Ja, er zitten ook nog kleurtjes in. Maar dan moet ik hem er weghalen. En dat doe ik morgen wel even. Want ik verga van de rugpijn. Ja, lieve vrienden, ik zie er weer niet uit. Maar het maakt niet uit. Nee, maakt lekker niet uit. Ik ga toch naar mijn bed. Haha, ja. Het is al heel erg laat. Zeker vroeg. Het loopt tegen 3:30 in de ochtend. Dus ja, hoog tijd om naar boven te gaan. De dieren zijn al boven, dus kun je nagaan. Ja, dat ik ga er lekker achteraan. En ik zeg welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Laat niemand aan je dromen komen. Nee, want die zijn van jou, hè? Ja, denk daarom. Dus ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei, doei.